ik ben Willeke Tjaswens en ik ben begeleidster bij Stichting Zo Zijn. Ik begeleid mensen met een licht verstandelijke beperking. Vandaag is het zaterdag, heb ik late dienst, dus ik ga gauw naar binnen. Nou, de koffie die pruttelt al lekker. Het is zaterdag vandaag en dan begin ik altijd om 1 uur. En om 2:30 drinken we hier op het steunpunt altijd koffie met een aantal cliënten die daar behoefte aan hebben. Ik heb mijn laptop even meegenomen, want Mark, een cliënt van ons, die is helemaal gek op buurman en buurman. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook wel heel erg leuk vind. Dus we gaan zo even kijken. Hi, Joe! Dat is verkeerd! Doe ik verkeerd om, of niet? Ja. Ja. Joe! Komt u maar! Nee, jij er nog? Oh, hoe laat heb ik het opgehaald? Nee, ik word niet opgehaald. Word je niet opgehaald? Nee, ik heb last van magen. Ah, wie? Jordi of? Jij! Geen last van de maag. Ze gaan er niet naartoe. Ik heb al een keer aangehaald van jou. Nou, dat was dus Mark met buurman en buurman. En daarna hebben we boodschappen gedaan met een aantal cliënten. En we gaan straks om 6:30 met elkaar eten. Trouwens niet verplicht, iedereen moet zelf weten of hij aan tafel wel of niet mee wil eten. Ja, dat is een beetje de zaterdagdienst. Gewoon een gewone zaterdag van boodschappen doen en een beetje stofzuigen en een beetje veilen. Met de cliënt iets leuks ondernemen, dat doen we meestal op zaterdagmiddag. Dat soort dingen. Tot de volgende vlog en vergeet niet... te abonneren hieronder als je op de hoogte wil blijven van allerlei vlogs over Stichting Zo Zijn. Toedels!